In Nederland hebben we veel kanalen, beken en vijvers waarover fiets- en voetgangersbruggen nodig zijn. Naar schatting zijn er zo'n 100.000 nieuwe of vervangende bruggen nodig. En daarom dachten we het is een goed idee om te zoeken naar een modulair en circulair concept waarmee we deze bruggen kunnen bouwen zonder dat we weer heel veel extra CO2-uitstoot en nieuwe materialen nodig hebben. Nou, dit modulaire en circulaire concept is de circulaire boogbrug geworden. We hebben een Romeinse boog toegepast omdat de boog werkt in druk, niet in trek. En daarom kunnen we dus ook ander soort, namelijk laagwaardiger materiaal toepassen. Nou, we hebben drie soorten gerecycled of anderszins duurzaam materiaal toegepast in de brug. De stenen aan de uiteinden zijn van geopolymeerbeton, waar het cement, wat dus verantwoordelijk is voor veel CO2-uitstoot, is vervangen door geopolymeer als bindmiddel. Dan het volgende gedeelte is zogenaamd circuiton. Dus daarbij wordt eigenlijk toeslagmateriaal uit bestaande betonconstructies herwonnen. En dat wordt gebruikt in de productie van deze betonblokken. En in het midden hebben we eigenlijk bakstenen van gerecycled keramisch materiaal. Dus dan kun je denken aan bloempotten en wc-potten en dergelijke. En je ziet heel goed die speciale vorm waarmee de stenen in elkaar haken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de afschuiving, dus de verticale krachten tussen de stenen, doorgegeven kan worden. En verder worden ze door de boogvorm op elkaar gedrukt. En op die manier kunnen we dus zonder cement of een ander lijm of iets dergelijks kunnen we de boog maken. Dus we hebben eigenlijk een droog gestapeld constructieprincipe. En dat zorgt ervoor dat de boog ook weer op een andere plek met hetzelfde systeem en dezelfde stenen, blokken, breder of langer gemaakt kan worden. En dus op die manier is hij modulair. Dus we maken hier een boogbrug. En een boog is natuurlijk al een beproefd concept. Maar in dit geval is het een drooggestapelde boog en hij is heel flauw, omdat het tegelijk ook het loopdek is waar de mensen over lopen. Dus hij kan niet te steil worden. Nou, nu hebben we een heleboel rekenmodellen ontwikkeld om goed naar het constructieve gedrag van de boog te kijken. Zodat we kunnen voorspellen wat de stabiliteit van de boog is, wat de spanningen in het materiaal zijn, de grootte van de oplegkrachten van de boog. We zijn ook heel blij dat we nu dus de kans hebben hier op de Green Village om het ook echt in de praktijk te kunnen brengen. En wat we hebben gemaakt is dus deze blokkenboog die we ook gaan meten. Dus voor 5 jaar lang gaan we meten wat het vervormingsgedrag is van de boog. En met die gegevens kunnen we onze eigen rekenmodellen verifiëren en zo nodig bijstellen. Nou, naast het meten van het constructieve gedrag van de brug kijken we ook naar hoe de gebruikers de brug ervaren. Hoe we slimmer deze brug kunnen bouwen, dus daarmee kosten kunnen besparen. En ook hoe we het beste vergunningstraject voor een dergelijke innovatieve brug kunnen doorlopen. Met deze online configurator kunnen gemeentes en instanties zelf een efficiënte brug ontwerpen en meteen een visualisatie krijgen van de brug en informatie over bijvoorbeeld kosten of de CO2-uitstoot. Iedereen kan met deze online configurator zelf een efficiënte brug ontwerpen en daarmee dragen we bij aan een duurzame bouw met een lagere CO2-uitstoot.